Hallo allemaal, mijn naam is Charlotte en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Hashtag Charmant. Deze video is, als het goed is, op dezelfde dag opgenomen als dat deze video online was gekomen. Sorry dat die dus wat later op de avond is, maar oké. In deze video ga ik laten zien hoe ik mijn Musical.ly maak. Omdat, ja, Musical.ly is mijn grootste social media platform. Daar heb ik de meeste volgers op, nog steeds niet superveel of zo. Maar ja, daar heb ik toch wel de meeste volgers op. Dus dat vinden jullie blijkbaar het interessantst. Dus dan ga ik daar een video over maken. Dat doe ik met de schermopnamefunctie, gewoon van mijn telefoon. En ja, dit is mijn Musical.ly. Als je die wil volgen, zou ik dat superleuk vinden. En ja, dan schakel ik nu gewoon over naar mijn schermopname. En dan kunnen jullie zien hoe ik mijn Musical.ly's maak. Nou, eerst kam ik dus eventjes gewoon mijn haar door. Dan vind ik er wat netter uitzien. En ik doe het even met de voice-over, maar oké. Ik heb dus ook een beauty effect ingeschakeld. Dat doe ik bijna altijd. Maakt alles wat egaler en de kleuren komen beter uit. Dus dat vind ik gewoon mooier. Dus ja, dat heb ik altijd. Ik neem Musical.ly's op de snelheid snel, want dan heb je gewoon meer tijd om na te denken en om de bewegingen te doen. En uiteindelijk ziet het er dan strakker uit, maar dit ziet er gewoon super ongemakkelijk uit. Maar oké, ik ken dit liedje al, dus daardoor wist ik de tekst al. Maar meestal doe ik hem gewoon een paar keer opnieuw. Dus dit was de eerste keer, dan kijk ik hem terug en dan denk ik van ja, nee, ik wil hem beter doen. En dan ga ik net zo lang door totdat ik hem uiteindelijk heb. En dit was dus ook nog niet mijn uiteindelijke opname. Super mooi ook dit stukje wanneer die vastloopt, maar oké. En ik kijk hem dan dus gewoon terug en ik vind hem gewoon nog niet helemaal leuk. Ik vind het niet precies goed getimed en zo. En ja, dat doe ik hem dus zoals jullie zien opnieuw. En dan is dit mijn uiteindelijke opname geworden. Ik zit trouwens tijdens video's, maar vooral tijdens Musical.ly's echt veel te veel aan mijn haar. I know. En ja, ik probeer dat ook minder te doen. Maar dat gaat gewoon vanzelf. En hoe ik mijn haar probeer te doen, dat vind ik gewoon het leukste staan op camera, is mijn haar naar voren doen. Maar de twee voorste plukjes naar achter, daar zit gewoon wat meer volume in. En ik weet niet, dat vind ik gewoon leuk. Maar ja, die vloep is steeds naar voren, dus die doe ik dan steeds weer goed. En uiteindelijk lach ik soms nog wel even, want het ziet er wat spontaner uit. En dan is dit het eindresultaat. En ja, ik vond het best wel leuk, maar ik kijk er toch altijd even helemaal na of ik de bewegingen wel goed vind en zo. En dan ga ik naar de filters. De laatste tijd gebruik ik heel veel New Age, maar voor deze video vond ik die toch niet zo mooi, dus gebruikte ik Piano. Wow, hoe ik dat zei. Maar meestal gebruik ik de laatste tijd New Age of Violin, maar meestal New Age en nu Piano. Dus dan gebruik ik nog populaire hashtags, want door middel van die hashtags, dat krijgt Musical.ly zelf te zien. En dan heb je dus een grotere kans dat je gefutured wordt. En dat houdt dus in dat je een soort van in de trending topic komt. En dat zou ik natuurlijk wel willen, is nog niet gebeurd, maar daarvoor gebruik ik dus die hashtags. En ik doe er gewoon een emoji bij. En ja, dan is dit dus maar uiteindelijk een Musical.ly geworden. Oké, dan was dat dus mijn uiteindelijke eindresultaat. Ik vind hem zelf eigenlijk best wel goed gelukt. Niet heel bijzonder, maar wel oké. En dit is mijn Musical.ly, dit is mijn Instagram. En ik zou het super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog zou doen. En ze abonneren op mijn kanaal. Want ik probeer elke vrijdagmiddag avond... elke vrijdag in ieder geval een video online te zetten. Dus als je abonneert op mijn kanaal, dan kan je die video's zien. Anders ook hoor. Oké, goed verhaal. Ik zou het gewoon leuk vinden als je abonneert, oké? Hopelijk zie ik jullie volgende week vrijdag weer. En bedankt voor het kijken. Doei! Try not to breathe, 1, 2, 3. Try not to breathe.